Bij de UAD-lezing van dokter Jochem van der Voort van Zijp, georganiseerd vanuit het strategisch programma Kanker vanuit het UMC Utrecht binnen het thema beeldgestuurde therapieën. Ik ben Nico van den Berg, professor Computational Imaging van het Center of Image Sciences van het UMC Utrecht en tevens ben ik lid van het dagelijks bestuur van het strategisch programma Kanker. Aan mij de eer om Jochem te introduceren. En deze UAD-lezingen die organiseren we vanuit het strategisch programma Kanker. Om net benoemde universitaire hoofddocenten, UAD's, in een welverdiend spotlight te zetten. Middels deze lezing zal Jochem zijn onderzoek presenteren voor een breed publiek. Dan moet u denken aan collega's, maar natuurlijk ook patiënten en familie en vrienden. Zo net heeft u de UAD-lezing van dokter Alex Poot kunnen beluisteren. En nu is de eer aan Jochem. Alvorens de lezing wil ik even kort de wetenschappelijke loopbaan van Jochem toelichten. Jochem is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit Groningen, afdeling chirurgie, maar het grootste deel van zijn onderzoek heeft hij uitgevoerd in het Detroit Medical Center in de VS. In 2007 is Jochem begonnen aan zijn opleiding tot radiotherapeut in Leiden en na zijn opleiding is Jochem toegetreden tot de staf radiotherapie van het UMC Utrecht in 2013. In zijn tijd hier in Utrecht heeft hij zich toegelegd op het onderzoek naar de radiotherapiebehandeling van prostaatkanker. En Jochem heeft hier een pionierende rol in gespeeld, vooral in het klinisch opzetten van MRI-gestuurde radiotherapiebehandeling van de prostaat. Zowel voor lokale therapie met radioactieve zaadjes, zogenaamde brachytherapie, als mede non-invasieve radiotherapeutische behandeling met de MRI-LINAC. De MRI-LINAC is een uniek hybride apparaat waarbij een MRI en een radiotherapeutisch bestralingsapparaat gecombineerd wordt en is hier in Utrecht ontwikkeld. Door de MRI-sturing hebben we een hogere precisie en kunnen we bijvoorbeeld patiënten met minder fracties behandelen dan voorheen. Maar dit zal Jochem u veel beter uit kunnen leggen in zijn lezing. In elk geval heeft Jochem zich dusdanig onderscheiden in zijn onderzoek voor de behandeling van prostaatkanker dat hij in 2020 benoemd is als universitair hoofddocent aan het UMC Utrecht binnen het strategisch programma Kanker. Jochem, aan jou de eer. Jouw lezing is getiteld MRI-gestuurde behandeling van een prostaatcarcinoom. Graag horen we er meer van. Dank je. Ja, dankjewel Nico voor de introductie en de mooie woorden. Mijn lezing vandaag zal gaan over de MRI-gestuurde bestraling van prostaatkanker. Het is een onderwerp waar ik de afgelopen jaren hard aan heb gewerkt. En mijn lezing, ik zal eerst iets willen vertellen over de prostaatkanker in het algemeen. Iets over de geschiedenis. En natuurlijk ook de ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat we nu MRI-gestuurd patiënten met prostaatkanker kunnen bestralen. Nou, ten eerste komt prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. In 2020 kregen bijna 13.000 mannen de diagnose prostaatkanker. En deze diagnose wordt meestal vastgesteld tussen het 60ste en het 80ste levensjaar. Als je dan ook kijkt naar de risico-indeling, dan zien we dat de meeste mannen met prostaatkanker een lokaal beperkte ziekte hebben. En zo'n 20% heeft een lokaal uitgebreide ziekte en dat houdt in dat die prostaatkanker door het kapsel van de prostaat is gegroeid. En zo'n 15% heeft uitgezaaide ziekte ten tijde van de diagnose. Nou, wat verder heel erg belangrijk is, dat met name die mannen met een lokaal beperkte ziekte, die hebben vaak een weinig agressieve tumor en die zullen dan ook niet aan die prostaatkanker te komen overlijden, maar die zullen er mee overlijden. En dat is belangrijk. Dat betekent dat we niet al deze patiënten direct een radicale behandeling zullen ondergaan. Dus denk daarbij aan een operatie of bestraling, wat weer veel bijwerkingen geeft. Maar deze mannen worden vaak gecontroleerd door de uroloog. Dus nauwlettend in de gaten gehouden. En dat noemen we dan active surveillance. Er zijn natuurlijk ook mannen waarbij er wel een behandelindicatie is. Dus mensen die we genezend willen behandelen. En die patiënten kunnen vaak kiezen uit een operatie of uit bestraling. En wat goed is om te vermelden is dat beide behandelingen ongeveer dezelfde kans hebben op genezing. Dus daar zit geen verschil in. Alleen ze hebben hele andere bijwerkingen. En dat is soms best lastig voor een patiënt om daaruit een keuze te kunnen maken. Nou, we zien dan de operatie, dat wordt vaak met de Da Vinci-robot gedaan. Dan zie je met name dat mannen vaak erectiestoornissen hebben en incontinentie voor de urine. En na zelfs bek- en bodemfysiotherapie zie je na een jaar dat het ongeveer bij 10% van de mannen aanwezig blijft. Bij de bestraling zien we met name plasklachten en klachten met de ontlasting. En dat komt als je hier kijkt naar de anatomie van het bekken.
Hier ziet u de prostaat in het midden, direct daarboven ligt de blaas en pal daarachter de endeldarm. Dus deze twee kritieke organen worden vaak blootgesteld tijdens de radiotherapie aan straling. Nou, de afgelopen 20 jaar zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest wat betreft de behandeling van prostaatkanker. In positieve zin. Maar het is goed om te realiseren dat radiotherapie nog een jong vak is. Het is pas voor het eerst toegepast of ontdekt in 1895 door Wilhelm Conrad Röntgen. Hij noemde dat toen X-stralen. De origine was eigenlijk wat onbekend. En hier rechts ziet u een foto van de linkerhand van zijn echtgenoot. En je ziet hier ook de contour van de trouwring. Nou, op een gegeven moment heeft hij dit zelf ook geëxperimenteerd. En toen hij zijn eigen skelet zag, zei hij ook, ik zie mijn eigen dood. Een jaar later werd de bestraling eigenlijk voor het eerst klinisch toegepast door een arts uit Chicago, dokter Grube. En hij was tevens ook directeur van een lampenwinkel. En hij had in zijn lampenwinkel een elektrisch apparaat met een laag energetische straling. En wat hij bemerkte is dat hij op een gegeven moment allemaal blaren op zijn handen had. En hij besloot op een gegeven moment bij een vrouwelijke patiënt met borstkanker, met uitzaaiingen, om dit apparaat uit te proberen met een goed palliatief effect, dus een goed pijnstillend effect. Nou, er is tot aan de jaren 80 niet heel erg veel veranderd. Toen was het eigenlijk nog de röntgenstraling waarmee werd gepland. Hele grote velden van 10 bij 10 centimeter, schieten met hagel. Maar dat kwam ook omdat we alleen dat skelet zagen en de prostaat zelf konden we niet zien. Dus je kreeg toch door dit soort bestralingsvelden veel bijwerkingen. Als je nou kijkt naar de uitkomsten van zo'n 30 jaar geleden, de bestralingsdosis was zo'n 60 gray, relatief laag, maar ze konden ook niet veel hoger gaan vanwege de bijwerkingen. Dan zie je na 5 jaar dat de ziektevrije overleving vrij laag was in deze studies, rond de 40 tot 60%. En gelukkig is daar nu heel veel verbetering in, is daar enorme verbetering in. Nou, wat u hier ziet, is in blauw gearceerd, of de omtrek daarvan, is de begrenzing van de prostaat op een CT-scan. Dit is gedaan op een planning-CT die we vaak vooraf aan het maken aan de bestraling, wat we voor de computerplanning gebruiken. Nou, dit is een patiënt die is 7 weken bestraald, 5 dagen per week. En op elke dag, op de eerste dag van elke week, is een extra CT-scan gemaakt. En als je dan al die CT's bij elkaar bundelt, fuseert, dan krijg je dit filmpje. En waar het om gaat, je ziet hier dat die prostaat in dat bekken behoorlijk beweegt. En dat komt met name door verschil in blaasvulling of door de aan- of afwezigheid van gas in de endeldarm. Een andere hele belangrijke innovatie, ook in de jaren 90, is de komst van betere bestralingstechnieken, waardoor we die prostaat veel beter kunnen bestralen. En dat zijn de IMRT- en VMAT-technieken. Hier linksboven ziet u een modern bestralingsapparaat, dat noemen we een lineaire versneller. En die kan 360 graden om zijn as draaien. De patiënten kunnen daardoor uit verschillende hoeken bestralen. En hier in de kop, dat noemen we de collimator, daar zitten allemaal kleine loodschijfjes. Die kunnen constant van vorm veranderen, waardoor we die prostaat heel uniform, heel gelijkmatig kunnen bestralen. Nou, hier ziet u dan zo'n computerplan uit de bestraling uit verschillende richtingen. En hier in het rood, daar bevindt zich de prostaat. Dat is de hoge dosering. En je kan hier al zien dat die endeldarm al een stuk beter wordt gespaard. We kunnen daar wat beter omheen stralen. En dit heeft ertoe geleid dat de bijwerkingen door dit soort technieken alweer zijn afgenomen. Een andere belangrijk iets is de komst van de MRI-scan. De MRI-scan die hebben we nu in het UMC Utrecht op de afdeling radiotherapie vanaf het jaar 2000. Op de MRI-scan heb je een heel goed contrast, dus je kan de weken delen heel mooi zien. En je kan die prostaat heel mooi onderscheiden van bijvoorbeeld de blaas en de endeldarm. Nou, hier linksonder ziet u een plaatje van die prostaat met de MRI. Dat is daar ingetekend. En op een gegeven moment hebben de MRI en die CT met elkaar gefuseerd. En dan zie je de intekening van de MRI hier op de CT-scan. En dan zie je dat je met de MRI veel krapper intekent ten opzichte van de CT, wat hier in blauw is. En dat betekent weer dat je veel gezond weefsel bespaart. Een ander probleem van de CT is dat we de onderkant van die prostaat, wat we vaak de apex noemen, niet goed kunnen zien. En daardoor met de CT vaak in het verleden te krap hebben bestraald en waarschijnlijk die tumor hebben gemist, wat mogelijk ook weer invloed heeft gehad op de kankercontrole. Nou, die MRI kan je ook gebruiken niet alleen voor de begrenzing van die prostaat, maar ook om die tumor goed in kaart te brengen. We hebben hier verschillende opnames. De T2 is een anatomische opname waarbij je een wat lager signaal ziet. Een beetje een donkere vlek, dat is hier ook omcirkeld. Nou, dat is de tumor. En dan hebben we ook functionele imaging. En daarmee kijk je meer naar bepaalde eigenschappen van de tumor. En de ADC, de DWI, kijkt naar de beweeglijkheid van watermoleculen. En de tumor is vaak compact weefsel. Zie je dat die watermoleculen minder goed bewegen en krijg je zo'n donkere vlek. De andere opname die we hebben is de K-trans, waarbij je kijkt naar contrast. Een tumor is niet alleen maar kankercellen, maar heeft ook vaak ondersteunend weefsel, zoals bijvoorbeeld bloedvaten. Die kunnen pathologisch zijn, dat betekent ziek, en die kunnen lekken. En dan zie je dat dat contrast, in dit geval gadolinium, in die tumor terecht kan komen.
Dus de combinatie van deze plaatjes helpt ons heel erg goed die tumor te identificeren. Nou, dit heeft er ook toe geleid dat we in Utrecht de Flame Trial hebben gestart. Dat is een studie die is geïnitieerd vanuit het UMC Utrecht in samenwerking met het NKI AVL, het Radboud en het UZ in Leuven. Wat hebben we gedaan bij deze hoogrisicopatiënten? We hebben geloot twee armen en de experimentele arm die kreeg naast de standaardbestraling op de prostaat ook nog wat extra bestraling op de tumor die we heel erg goed op die embryo dus hebben kunnen zien. En wat je dan ziet na 5 jaar, dat die experimentele arm, dat er 7% winst is in de ziektevrije overleving, met name de PSA-controle. En dat is het stofje in het bloed wat iets zegt over de activiteit van de prostaatkanker. Dus dit is een mooi resultaat en is recent gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology. Nou, het is heel mooi dat we die FLAME-studie hebben gedaan, maar we zagen nog steeds met moderne bestralingen relatief veel bijwerkingen. En ik denk dat het met name te maken heeft gehad met de marges van onnauwkeurigheden die we gebruiken om die prostaat te kunnen volgen tijdens die bestralingen. En dat is nu zo'n 5 mm. En als je dan kijkt hoeveel patiënten hebben toch medicamenteuze ondersteuning moeten gebruiken, dan is dat 40% voor mensen die toch blasklachten hadden en zo'n 15% voor de mensen die darmklachten hadden. Dus daar is echt nog wat verbetering mogelijk. Nou, ik denk dat de MR-Linac, onze Unity, de oplossing is. De Unity, de naam zegt al, de eenheid, is een combinatie van een bestralingsapparaat en een MRI-scanner in één. Je zou kunnen zeggen, het is een opereren zonder te snijden. En het is minimaal invasief. En wat we nu kunnen per dag, is dat we een nieuw bestralingsplan maken voor de anatomie van de dag. Nou, hier ziet u bijvoorbeeld, hier in het witte is de prostaat. De endeldarm is hier gevuld en je ziet dat die prostaat voor een groot deel voor het gele kruis ligt. Terwijl een paar dagen later is die endeldarm leeg en dan zie je dat het grootste deel van die prostaat achter dat kruis ligt. Dus per dag kan die anatomie behoorlijk verschillen. Nou, de volgende stap is dat we ook tijdens die bestralingen, wat vaak 1 minuut of 10 duurt, ook daarvoor willen corrigeren. En wat we daarvoor nodig hebben, is hele snelle intekenen, snelle computerplannen, zodat we die prostaat kunnen volgen. En als we dat kunnen doen, kunnen we die marge van onnauwkeurigheden terugbrengen van 5 naar 1 mm. Ja, en dan ben ik ervan overtuigd dat ook de bijwerkingen fors zullen afnemen. Nou, op dit moment hebben we in Utrecht ruim 260 patiënten bestraald op de MR-Linac. We hebben eigenlijk 2 groepen die we in opzet curatief behandelen, dus genezend. De groep met een beperkt risico, die krijgt 5 bestralingen gedurende 2,5 week. En we hebben ook een groep met een wat hoger risico, die 20 keer bestralen gedurende 4 weken, vaak gecombineerd met hormonen. En in het najaar van dit jaar zal een derde MR-Linac op onze afdeling worden geïnstalleerd. En ja, daar zijn we koploper mee wereldwijd. Nou, hoe gaat dan de behandeling? De eerste stap is dat we een diagnostische MRI-scan maken, dus niet op de MR-Linac. En wat we dan als arts doen, is dat we daar de prostaat en de kritieke organen op intekenen. Stap 2 is dat we een dagelijkse MRI maken op de MR-Linac zelf. En stap 3 is dat de intekening van de diagnostische MRI wordt overgezet op de dagelijkse MRI van die MR-Linac. En dat bespaart ons onder andere een hoop tijd qua intekening en dat de behandelduur in plaats van 1,5 uur 3 kwartier zal zijn. Als die intekeningen eenmaal op die dagelijkse MRI-scan zijn, dan gaan onze laboranten de intekening nog wat aanpassen naar de anatomie van de dag. Dat is hier stap 4. En vervolgens wordt er een computerplan gemaakt waarbij we die prostaat zo goed mogelijk proberen te bestralen en de omliggende organen proberen te ontzien. Nou, dit hele proces duurt 1 minuut of 20. En dan vlak voor de bestraling, stap 6, maken we een extra MRI-scan om te kijken of die prostaat nog op dezelfde positie zit. Dus dat noemen we de positieverificatiescan. Mocht die prostaat wat zijn verschoven, dan kunnen we die bestralingsbundel weer zo richten dat we die prostaat goed bestralen. De bestraling zelf, stap 7, dat duurt ongeveer 1 minuut of 15. En dan maken we elke 10 seconden korte opnames, ook weer MRI-scans, cine-MR's, waardoor we achteraf kunnen zien hoe die prostaat heeft bewogen tijdens de bestraling. Nou, dit hele traject duurt al met al zo'n 3 kwartier. En tot nu toe is de terugkoppeling van de patiënt dat ze het eigenlijk goed verdragen. Nou, het is natuurlijk heel mooi dat we deze MR-Linac hebben, maar we willen het ook verder onderzoeken. Dus we hebben vanuit de overheid, ZonMW, een subsidie hiervoor ontvangen. En de eerste stap is dat we een cohort willen opzetten. Dat houdt in dat we een hele grote groep patiënten gaan volgen. Wat we gaan doen, we gaan die MR-Linac vergelijken ten opzichte van de standaardbehandelingen. En daarbij moet u denken aan opereren, de standaardbestralingen, maar ook mensen die actief worden gevolgd. En we gaan bij deze patiënten gedurende 10 jaar alle klinische en behandelgevers verzamelen. Maar nog het meest belangrijk, denk ik, is ook de kwaliteit van leven beoordelen. Want dat is hoe de patiënt de behandeling ervaart. En ik denk dat in de toekomst we steeds meer MR-Linac-behandelingen zullen gaan doen.
Een ander punt is de technologische ontwikkeling van de Ermelino. Dat is met name dat die prostaat beter kunnen volgen, die marge kunnen verkleinen, minder bijwerkingen. Dat is iets waar we heel hard op de afdeling aan werken. En ook de vroege economische evaluatie. Dat we kijken naar de kosteffectiviteit. Zo'n Ermelino kost wat. En daardoor is het ook voor de zorgverzekeraar interessant. Ja, wat kost deze behandeling? We hebben samen met het Sint-Antonisch Ziekenhuis hier in Utrecht het Utrecht prostaatcohort opgericht. En ondanks de COVID-pandemie hebben we tot maart van dit jaar ruim 400 patiënten geïncludeerd. Ik begrijp dat we nu richting de 500 zitten. En als je kijkt naar per categorie, de meeste patiënten hebben Ermelino-behandeling gehaald. De operaties nemen nu ook toe. Ik moet wel zeggen dat het Antonisch wat later is begonnen met includeren. En wat ook opvalt, de inwendige bestraling of de brachytherapie, die doen we nauwelijks meer omdat patiënten toch de Ermelino-behandeling prefereren. We hebben de eerste klinische uitkomsten. Ik moet zeggen, dat moeten we met enorme voorzichtigheid interpreteren. Het is nog allemaal vrij kort, nog weinig patiënten. Maar wat wel geruststellend is, ten opzichte van de uitgangssituatie zien we dat het PSA mooi aan het zakken is. Nou, hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven van de patiënten. Meer patiënten moeten we gaan includeren en een langere controle van deze patiënten. Maar wat we zien als we kijken naar de urine-incontinentie, dan zien we dat die Ermelino daar weinig invloed op heeft. We zien wel bij de mensen die geopereerd worden in het rood, dat je na een maand ziet dat het veel mensen last hebben van die urine-incontinentie en dat het in de loop van de tijd wel weer wat verbetert. Als we kijken naar urineaandrang, dan zie je bij de Ermelino dat na een maand er een dipje is en dat het daarna toch weer wat lijkt te herstellen. En datzelfde geldt voor de darmen. Je ziet een dipje en het herstelt weer bij 3 maanden. Een ander iets waar we ook naar hebben gekeken is de erectiele functie. En je ziet vaak bij mannen dat het toch kan afnemen. En wat we hebben gedaan, we hebben gekeken bij mannen die bij de uitgangssituatie goede erecties hebben. En dan zie je dat bij de Ermelino het mogelijk een klein beetje afneemt, maar na een operatie zie je na maat dat het eigenlijk alleen maar verslechtert. Nogmaals, we moeten deze patiënten langer volgen en meer patiënten includeren voordat we hier echt hele robuuste uitspraken over kunnen doen. Nou, dan nog iets over de technische ontwikkeling. Dit is heel interessant. Wat we hier hebben gedaan is, gedurende die 10 minuten maken we elke 10 seconden zo'n MRI-scan. En al deze MRI-scans hebben we vergeleken met de originele positie van die eerste dagelijkse MRI. En daardoor kan je verschuivingen van die prostaat en kanteling van die prostaat in kaart brengen. En ik zal nu het filmpje afspelen. Dan ziet u hier in het grijs die prostaat. En die beweegt wat. En onafhankelijk ook van die zaadblaasjes. En na 5 minuten komt een gasbel langs. En dan zie je dat die prostaat een behoorlijke verschuiving maakt. Dat komt nu. Dit is nu voor het eerst dat we dat hebben kunnen zien. En dat is uniek. We hebben natuurlijk ook in meerdere patiënten gekeken naar die verschuivingen. Waar het om gaat is dat wat we nu zien, links-rechts verschuiving van die prostaat zien we nauwelijks. We zien wel dat die prostaat in de loop van de tijd wat naar beneden zakt. En dat komt omdat de patiënt, als hij op de Ermelinac ligt, vaak zijn bekkenspieren wat ontspant. En wat we ook zien is door blaasvulling dat die prostaat wat naar beneden wordt gedrukt. Maar gelukkig is het zo dat die marges van 5 mm die we nu gebruiken ruim voldoende zijn. Nou, hier is dan een Ermelinac plaatje vlak voorafgaand aan de bestraling. Hier in het geel is de prostaat, het doelgebied. En hier ziet u de blaas. Dat wit is de urine en de blaas. En waar het om gaat, als je dan een kwartier later kijkt, dan hebben we een MRI gemaakt na de behandeling, dan zie je dat die blaas zich heeft gevuld en dat die voor een deel in het hoge dosisgebied terechtkomt waar die prostaat heeft gezeten. En ik denk dat dat nu ook verklaart waardoor we nu nog steeds zoveel bijwerkingen zien van die blaas. En dat is ook meteen iets voor de toekomst dat we naar die tracking willen gaan, dat ze die prostaat kunnen volgen als die zakt, zodat ze die blaas wat meer ontzien. Nou, een van de dingen waar we nu aan, wat ik net al zei, om richting die tracking te kunnen gaan, moet je heel snel kunnen intekenen. Nou, wat u hier ziet in het geel, is de prostaat ingetekend door de arts. Nou, dat duurt vaak een minuut of 5-6. En in het groen is een wiskundig model wat die contour, die intekening, binnen een seconde propageert. Dus dat gaat razendsnel. En je ziet hier op deze dwarsdoorsnede, de bovenste foto, dat die redelijke overlap is. Er moet nog wat aan gewerkt worden, maar dat ziet er niet slecht uit. En bij het vooraanzicht en vanaf het zijaanzicht zie je eigenlijk al dat die overlap heel erg goed is. Dus we hopen ook dat we dit soort technologie binnenkort in de kliniek kunnen gaan gebruiken. Nou, wat u hier ziet is de nog opgetelde dosering in de prostaat. We hebben hier elke 10 seconden de dosering in de prostaat berekend en dat constant bij elkaar opgeteld. En dan zie je tijdens 1 bestralingscyclus wat er uiteindelijk in die prostaat komt. En het mooie hiervan is dat we ook rekening hebben gehouden met de bewegelijkheid van die prostaat.
Nou, en dit soort technologie kan ons gaan helpen naar die snelle computerplanning en hopelijk ook om die marge straks weer te gaan verkleinen. Dus hier wordt ook samen met de industrie hard aan gewerkt. Het derde punt van die subsidie is kijken naar de kosteneffectiviteit. We hebben een vroege economische evaluatie gedaan. Wat hebben we gedaan? Op basis van de literatuur hebben we gekeken wat zijn nou de bijwerkingen van die 5 keer bestralingen op die MRI. En we hebben ook gekeken naar wat zijn nu de kosten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit voor die MR-Linac-behandelingen. Nou, wat we hebben gedaan, we hebben 5 bestralingen op de MR-Linac voor die beperkt risicopatiënten vergeleken met 5, 20 en 39 bestralingen op een standaardapparaat. En we hebben ook die 20 en 39 keer beoordeeld, omdat dat nog in heel veel landen in de wereld de standaard schema's zijn. En we hebben ook gekeken naar de jodi-implantaties, de brachytherapie, omdat het ook nog steeds vaak ook in Nederland wordt toegepast. Nou, wat zie je dan als je kijkt naar de gemiddelde kosten? Die MR-Linac kost zo'n €10.500. Het is in ieder geval goedkoper dan die 20 en die 39 keer bestralen. Maar het is nog wel wat duurder dan de jodi-implantatie, die LDR-brachytherapie en de 5 keer bestraling. Ik ben ervan overtuigd dat als we in de toekomst met die MR-Linac die marge van die onnauwkeurigheden kunnen verkleinen, dan zullen de bijwerkingen minder gaan worden. En dan kunnen we zelfs naar 2 bestralingen gaan, omdat je dan heel gericht grote klappen kan gaan geven. En dan zal het denk ik zeker kosteneffectief gaan worden. Nou, we hebben ook nog wat plannen voor de toekomst. Onder andere neurovasculaire spaarne bestraling voor prostaatkanker. Dat betekent eigenlijk zenuwvaatspaarne behandelingen om de erecties wat beter te kunnen behouden. En daar hebben we de Erectraal voor opgezet. Dat is nu MTC goedgekeurd. Ik zal er zo nog iets meer over gaan vertellen. We hebben ook een behandeling wat we noemen de focale salvage MR-Linac behandeling voor teruggekeerde prostaatkanker. Dus een hele lokale plaatselijke behandeling bij teruggekeerde kanker. En tot dusver hebben we dat vaak met inwendige bestraling gedaan. Bij ruim 150 patiënten zien we na 3 jaar dat die kanker weer terugkeert in exact dezelfde plek waar we eerder hebben bestraald. En ja, en de theorie is mogelijk toch dat een eenmalige bestraling, dat die kankercellen soms in een bepaalde celcyclus resistent kunnen zijn voor die bestraling. En dat je toch naar die 2 keer moet gaan. Ja, en de voorkeur heeft dan toch om de MR-Linac te doen. Het is veel minder tijdrovend en minder invasief dan die brachytherapie. Want daar moeten mensen toch vaak 2 keer een ruggenprik voor krijgen. Dus dat is iets waar we nu druk mee bezig zijn. Daar hebben we een KWF-aanvraag voor ingediend. En we willen ook samen met een ziekenhuis uit Londen, het Royal Marsden, een studie gaan opzetten naar die 2 bestralingen voor mensen met een beperkt risico op prostaatkanker. Wat ik eigenlijk net al zei in die kosteneffectiviteit, we willen richting die 2 bestralingen. En dat is dan de Hermes trial. En we willen ook een beetje à la de flame bij mensen met een hoog risico die 5 keer bestraald worden in studieverband, kijken als we nou wat extra straling op die tumor geven, of dat dan ook met 5 keer tot een goed resultaat leidt. We verwachten het wel. Als we dan kijken naar de erecties, dan zien we nu vaak bij standaard bestralingen dat na een 1/2 jaar die erecties fors afnemen. Als je de literatuur erop naslaat, dan zie je vooral dat het waarschijnlijk kleine bloedvaten zijn of zenuwen die daarbij een rol spelen. Nou, een van die bloedvaatjes is de arterie pudenda, die ziet u hier zo in het rood. En er is ook een zenuwvaatstreng, hier NVB, die loopt vlak naast die prostaat. En door de MRI kunnen we dit soort structuren waarschijnlijk beter zien. Nou, wat hebben we gedaan? Samen met een van onze radiologen en 4 collega-radiotherapeuten hebben we een bijeenkomst gehad. Hebben gekeken, kunnen we op de MRI kunnen we deze structuren zien? Nou, u ziet ze hier ingetekend. En we hebben daar afspraken over gemaakt van hoe gaan we dit intekenen? Dus dat we een beetje een soort consensus zouden bereiken. En uiteindelijk hebben we die intekening 15% gedaan. En we hadden eigenlijk een hele goede overlap. Dus dat was iets heel moois. Vervolgens hebben we ook gekeken, is dit wel haalbaar om dit te doen? Kunnen die structuren mooi sparen zonder al te veel water bij de wijn te doen, dat we straks die prostaat niet helemaal goed de goede dosis geven en dat er straks meer teruggekeerde kanker komt. Dus het is een wankele balans, maar we hebben een stuk of 10 plannen gemaakt en het lijkt haalbaar. En we gaan in juli de eerste patiënt in deze Erectrial bestralen en dan verwachten we echt dat die erecties zullen gaan afnemen. Nou, nationaal en internationaal doen we ook veel. Op nationaal gebied, met name in de regio Oncomit. Een van onze doelen is ook om een regionaal MDO te doen, dus een multidisciplinaire bespreking met alle ziekenhuizen in de regio Utrecht, zodat of je nou in ziekenhuis A, B of C komt, dat de patiënten dezelfde diagnostiek en behandeling krijgen. We willen het cohort verder uitbreiden naar de regio, dat we elk 1/2 jaar kunnen zien hoe doen we het qua behandelingen en dat we onze zorg daarop kunnen aanpassen en hopelijk ook verbeteren. In de toekomst willen we ook richting biobanking, dat houdt in dat we weefsel willen verzamelen, genetisch materiaal, en dat we kunnen gaan inschatten, is deze patiënt gevoelig voor bestraling? Of krijgt hij misschien meer bijwerking? En als dat zo is, dan kan je misschien beter opereren. En uit het cohort kunnen we heel makkelijk weer allerlei andere onderzoeken gaan uitvoeren.
Daarnaast denk ik dat we in het UMC Utrecht binnen onze divisie Beeld heel trots kunnen zijn. We hebben van alles in huis om een nationaal, internationaal prostaatcentrum te worden. Ook de nucleaire geneeskunde en de radiologie. En internationaal met de eerste early founding members, dat zijn ziekenhuizen uit Noord-Amerika en Europa, hebben twee keer per jaar een bijeenkomst waar de MR-Linac-behandelingen bespreken en ook kijken hoe we verder kunnen wat betreft ontwikkelingen. Nou, ik denk MR-Linac voor prostaatkanker leidt tot betere visualisatie. We kunnen die marges op den duur gaan verkleinen. Dat zal leiden tot minder bijwerkingen, minder behandelingen, dus meer comfort voor de patiënt. Het zal kosteneffectief zijn, dat is iets waar de zorgverzekeraar ook heel blij mee zal zijn. Ik verwacht ook bij de mensen met een hoog risico dat we een afname zullen hebben van teruggekeerde prostaatkanker. En ik denk echt dat de MR-Linac het landschap voor de radiotherapie de komende tijd en voor de urologie in het algemeen enorm gaat veranderen de komende 10 tot 15 jaar. Jochem, heel mooi om te zien, als mensen geconfronteerd met prostaatkanker toch gebruik kunnen maken van deze mooie ontwikkelingen waarbij constant de kwaliteit van de radiotherapiebehandeling met de MRI-sturing verbetert. Van een invasieve behandeling naar een non-invasief alternatief, mede door jouw onderzoek, heel indrukwekkend. Ik denk dat de patiënten heel veel baat bij zullen gaan hebben. En ik denk dat we dit even moeten vieren met elkaar. En vandaar willen we even toch een proost uitbrengen op jouw onderzoek. Dankjewel, Nico. Alsjeblieft. Je kunt trots zijn op je onderzoek en we zijn trots op jou. Proost. Ik ga er vrolijk mee door.